Dus wat doet de mens als hij een nieuwe druk binnenkrijgt van boeken? Dat is duidelijk, die doos open doen en een keer kijken wat er daarin zit. En wat zit er daarin? De derde druk van het boek over teams met een nieuwe cover. Een heel mooie foto die illustreert waar het in de ontwikkelcirkel rond te doen is. Dat is zonder tafel samen zitten en met elkaar aan de slag gaan. En die nieuwe cover is het enige dat veranderd is in vergelijking met het vorige boek, de tweede druk. Dat zag er zo uit waarin dat je ziet hoe dat de ontwikkelcirkel werd. Hè. En de eerste druk in 2013, die zag er zo uit. Ik maak er even een filmpje van om te zeggen dat de inhoud van die boeken eigenlijk helemaal niet veranderd is. Het is alleen de cover. En ik ben persoonlijk enorm blij met deze mooie, zachte cover. En de inhoud die erg gestructureerd is. En voor mensen die aan de slag willen gaan, een echt handboek is, waar dat ze alle tips en tricks krijgen om groepen te faciliteren. Yeah, de derde druk van de ontwikkelcirkel methodiek. Dat gaat heel goed op dit moment.